Jeetje, ik doe F5, hè? F5. Ja? En door de jetpack lijkt net of ik van die Katy Perry boobies heb. Die schiet. Hola, amigos. Goed. Hola amigos en welkom bij een nieuwe gamevideo hier op Aldus Games. Vandaag start ik met een nieuwe serie hier op Aldus Games, genaamd PM Modpack seizoen 2. Seizoen 1 is er niet, dat boeit ook helemaal niks. Want we zijn hier met seizoen 2! En dus ik ben hier niet alleen, want ik ben hier met de meester, de koning, de beste van PM Modpack. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel. Sam van Project McQuest. Even klap. Hallo. Hallo. Oh, Sam die is verkouden. Ja, ik ben er mee. Oh, dat klinkt zo chill, hè? Ik ben een beetje verkouden, sorry. Nee, oké. Hallo! Hallo, Sam! Nou, daar zijn we, hoor. Sam. Daar zijn we dan. Waar de hel zijn we voor de mensen die echt nog nooit van PM Modpack hebben gehoord? Oh, hey, de PM Modpack is eigenlijk normale Minecraft. Alleen dan met machines en veel meer speciale blokken die normaal Minecraft dus niet heeft. En zoals je al ziet, Roy kan vliegen. Roy heeft een speciaal zwaard. Roy heeft allemaal verschillende items. Er zijn gewoon veel meer, ja, zoals Iron. Heb je daar gewoon veel meer nu van. Veel meer ingots heb je en veel meer spullen. En yes. Dat maakt het juist zo super vet. Want, hier, ik kan het meteen wel even laten zien. Hij kan het niet demonstreren, maar kijk, eigenlijk is het toch gewoon Minecraft Survival, maar dan echt veel uitgebreider met machines en al die dingetjes en monsters en zo en zo. Het is niet van, ik ga nu een monster spannen maken en nou, klaar. Nee, precies. Nee, nu je kan echt alles automatisch maken, Jan. Dit doen en dan. Alles kan je doen, alles. Nou, we gaan het zien. Je kan het maken. Maar je hebt hier dus 3 machines. Nou, je kan er niks mee, want machines hebben power nodig. En één. Oké, Roy, dit is een quiz. Oké, okay. Spannend muziek ronden. Oké. Zo, super. Oké, wat geeft energie en is groen? Groene energie. Groene energie. De bomen. Bomen? De bomen, de blaadjes. Maar dat is geen groene. Hoe wil je dat groene energie uithalen, Roy? Nou, dat weet ik niet. Je zegt groene energie. Dat denk ik wel. Nou, is gezond of zo? Je weet wat groene energie is? Ja, dat is ook gezonde energie. Dat is dus windmolens, solar panels. Oh, zo. Zo bedoel je. Nou ja, als je op E klikt. Ja. Oké, nu komt het. En dan heb je als goed een zwart balkje eronder. Ja, en dan kan ik het typen. Er staat chissen van chisel. En dan typ je in wind... Mail. Maar nee, gewoon wind. Gewoon wind. Geen mail, gewoon wind. Ja, ik zie hem staan hoor. Windturbine. Een windturbine. Nou, makkelijk is het. En je hebt dus een windturbine nodig voor energie. Ja, dat en, snap ik. En nou, dan heb je ook nog natuurlijk een kabel nodig. Nou, dat typ je heel makkelijk in. Daarin kabel. Krijg je er heel veel van. Zo. Maar de mods waarmee je aan de gang gaat. En hier moet je goed opletten, Roy. Goed opletten. Ja. Dit is les numero uno. Ik luister. Oké, als je bijvoorbeeld kijkt naar de windmill, naar deze machines, als je er naartoe kijkt, dan staat er altijd staat er de mod bij van wat het is. En deze is van Mechanism, zoals je ziet. Yes. Dus als je naar die kabels gaat, je hebt er heel veel. En nou, welke kabels heb je nodig? Ik ga eens even kijken. Bijvoorbeeld Advanced Basic Universal Cable. Ja, die heb je nodig. Hey! Dat is van Mechanism. En je hebt natuurlijk Basic, dan heb je Advanced en Elite. Nou, dat is dus... Daar hoef je nog niet naartoe te kijken. Dat is alleen maar upgrade. Nou, wij beginnen natuurlijk gewoon nummer 1. Nou, dus wij hebben een windmill nodig. Dat moeten wij gaan maken. Nou, ik kan want er niet we zomaar, hebben energie nodig. Ik ben niet God, dus ik kan dat ding niet zo neerzetten, hoor. Ja, ik wel, maar dat ga ik niet doen. Nee. Wacht, even. Kijk, en je kan... Je kan zeg maar via, als je bij windmill dan op shift drukt, dan kan je zien wat je allemaal nodig hebt, toch? Als je gewoon erop klikt, dan kan je zien wat je allemaal nodig voor hebt. Bijvoorbeeld een osmium ingot. Ik weet niet of ik het goed zeg hoor, jongens. Ik ben zo osmium. En dat draag je ook als het goed is. Dus. Echt? Ik heb het al aan. Oh ja, klopt. Ik krijg na wat. Hey. Maar dus wij moeten gaan minen. We moeten de mines in. Dat is eigenlijk altijd wat je doet in het begin Minecraft. Het is eigenlijk gewoon heel basic. In het begin ga je gewoon altijd de mines in. En je gaat gewoon kijken wat je kan vinden. Nou, we gaan het zien. Precies. Dus neem je maar mee, Sam. Oké, ja. Ik neem je mee. Ik neem je mee op reis. Ik weet niet waar een mine zit. Dus we moeten denk ik eerst naar buiten. Ja, dat is goed hoor. Ja, en ik heb Sam even uitgenodigd.
vandaag juist. Om eventjes mee te doen vandaag in de aflevering. Want dan kan hij ons een beetje wat meer uitleggen over de PA Modpack. Ik vlieg heel sloom. Dus ik weet niet wat jij aan het doen bent. Ja. Ja, dat komt op mijn album. Maar, blijf maar gewoon lekker doorgaan. Ik stel voor dat we hier ergens... Kijk, hier zie je ook allemaal mensen die allemaal dingen gaan bouwen en zo. Uh-huh. Gare machines en die willen allemaal hout hebben. Ik stel voor dat we hier gewoon lekker naar beneden gaan graven. Nou, gaan we hoor. Van, nou, we gaan gewoon lekker naar beneden. Dus, kom erop hoor. Ik heb gelukkig een... Oh ja, doe jij dat even. Hoppatee. Maar dit gaat dus wel lekker snel. En we kunnen gewoon lekker hiermee omlaag. En kijk, we vinden hier al tin. Kan ik naar beneden? Oh. Anders staan we in één blokje samen. Dat is ook niet goed. Oh, daar kan ik omhoog vliegen. Oh, kijk. Kijk, we hebben hier... Je vindt hier al tin. Tin oor. Ik zou zeggen, neem het maar lekker mee. Want tin is... Ja, kijk, de mod staat er ook onder. Is van Thermal Expansion of Thermal Foundation. Ja. Maar je hebt best wel... Tin heb je altijd nodig. Tin, koper. Hier heb je koper. Gewoon meenemen. Want dat zijn altijd de basisdingen. Tin, koper, daar kan je toch brons van maken, hè? Van tin en koper. Dan kan je... Ja, dan kan je... Run escape alles! Ja, nou, precies. Je kan er inderdaad brons van maken. Oh! Oh my god. Kom op, vliegen. Shit. Schrik me helemaal dood, joh. Doei, Sam. Oh my god. Holy shit. Wow, we geluiden zo hard ook, hè? Jeetje. Oh my god. Oké, ze zijn weg. Hoop ik. Oeh. Jeetje. Oké, ik ben er weer. Zo, ik schrok me even helemaal dood, hoor, Sam. Ik schrok me ook even de pleuris. Holy shit. Wees even niet wat het was. Oké. Oh my god, we hebben een cave gevonden. We hebben een cave. Hey, ik heb osmium oor. Oh, echt? Oh, zo! Oh! Oké, weg. Oké, I'm gone. Oh, jongens. Oh my jeetje. God. Ja, dus de modpack, dat moet ik nog vertellen, is moeilijk. Het is een extreem lastige modpack. En dat is wat het jou zo leuk maakt. En, ja. Ja, rage quit. Maar we hebben hier heel veel osmium. Waar? Ik loop even mee. Nou kijk, ten eerste hier. Oh, ja. Die neem je mee. Hoppatee. Dat is hem eentje. Nou, hier nog meer tin hoor. Gewoon lekker meenemen. Altijd handig. Je hebt nog helemaal niks aan nu. Want ja, je weet niet eens wat je eraan hebt. Nee, hier omhoog. Oh, juist omhoog. Ja, ik dacht jij komt hier vandaan. Kijk, dan ga je hier naartoe. En hier omhoog. En dan kijk, dan vinden we hier nog meer osmium. Oh, wat mooi. Oh yeah. Ik vind het helemaal mooi, weet je dat? En hierboven nog meer. Oh, weer beestjes. Echt, jongens. Oh, ga weg, joh. Ja, ik laat hem lekker zitten, hoor. Ik zal je wel een tip geven als je die beestjes ziet. Als het goed is, elke keer als jij naar een blok kijkt, dan zie je de bloknaam, toch? Ja, en dan staat er ook bijvoorbeeld... Stone Monster Egg. Ja. En die moet je gewoon niet hakken. Nee. Eigenlijk. Of, nee, tenzij je denkt van, nou, dat wil ik wel. Ik heb zin in gezelligheid. Zin in gezelligheid, ja. Okay, oh ja, nu doe ik het expres. Get out of my way. Ik heb niet gekeken. Get out. Nee. Sorry, Sam. Oh. Mijn schuld. Oh, nee, ik ben dood. Nee. Echt? Hij is dood? Oh, ik ben dood. Nee. Nee. Ik heb magical food. Ik heb nog full HP. Oké, let's go downstairs hier. Waar heel veel dirt is en heel raar eruit ziet. Oké, okay, kool. Ik haal de kool, want het is altijd wel fijn om mee... Ik ben echt zo lul, hè? Oké, omhoog vliegen. Sorry hoor, Sam, ik ben echt nope. Dat is wow, niet goed, moet je kijken. Wow. Oké, ik kom eraan. Dit is de eerste keer dat ik dit ook vind in modpack. Moet je kijken hoe gaaf dit eruit ziet. Oké, wacht even. Jeetje, Sam. Oh my god. Wat is deze? Wat is dit? Wat heb je allemaal gevonden? Ik kan hier helemaal omlaag. Ik denk, wat is dit? Waarom is hier allemaal dirt? Is het misschien gewoon niet dat we een bepaald blok missen of zo in de map? Dat het misschien is? Het lijkt wel, hè, maar dit is gewoon... Nou nee, ik weet niet wat het is ook weer niet zo. Oh, ik zie allemaal lava, dat is niet goed. Nou, kijk maar gewoon even rond voor osmium. En gewoon, ik heb hier ook... Oh my god, want dat hebben we nodig voor de... Oh, wat is we gaan naar een andere plek. Want hier zitten heel veel... Van die stone monster eggs. Ja, ik zie er heel veel zitten nu, ja. Ho! Oh my god. Oh, er komt ook een blauwe vriend naar me toe. Oh my god. Get out of my way. Dit vind ik spannend. Oh, nee! 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 Hoeveel osmium heb jij nu? Even kijken, ik ga even spieken. Ik sta in je, sorry Sam. Hij is helemaal goed. Oh, hij is helemaal goed, oké. Ik heb er... Waarom? Hè? Ik heb er maar één. Ik heb er veel meer gehakt, wat is deze? Maar ik heb er 7, dus in principe hebben we nu genoeg. Denk ik, ja. Oké, we gaan even naar mijn base. Ja. Want dan kan ik meteen even uitleggen precies wat we moeten... Of ja, hoe je verder kan komen, zo te zeggen. Ja, is goed. Wat voor... Oh my god.
Ik maak één blokje kapot en we zitten. En we zijn buiten, yes! Yeah! Het is nacht, Sam. Kijk uit. Dus gaan we dood. Oké, dus we gaan even naar mijn base. En yes. daar ga ik je even een paar items laten zien. En dan zal ik je meteen ook even uitleggen hoe bepaalde soorten machines werken. Het is echt niet zo moeilijk. En dan kunnen we al de windmill voor jou maken. En heb je gewoon in de eerste episode heb je al meteen energie. Wat hartstikke nou, fijn. Nou, hey. Kunnen we de lampjes aanzetten? Kunnen we de lampjes aanzetten? Hey. Hey. Okay, ja, voor de mensen die het niet weten. Sam die heeft juist een serie met PM Modpack. Heel veel mensen die kennen het wel hoor. En die kijken het ook altijd, toch? Denk ik wel. Het wordt best wel veel bekeken. Ja, precies. Dus als je het nog niet kent en je hebt er heel veel interesse in. En dan heb je geen zin om naar een noob te kijken zoals ik. Dan ga je maar lekker eventjes naar Sam. En het linkje zal in de beschrijving staan. Maar Sam, ik ben jou nu helemaal kwijt. Oh, Sam, ik schrik me helemaal dood. Oh, snap. Zal ik je even clickbait voor het nee, ik ga hem killen nu ook. Oké, ga je hierop staan? Yes, ik kom eraan. Enemy. Get out of my way. Ik ben gewoon even wat slow, maar ik lijk net een bejaarde in onze relatie. Jezus. En er bijna hoor. Kom eraan hoor. Ja, Oosjes, dat gaat hoor. Ja. Oh, door het gaatje. Ja. Yeah. Nou, welkom in onze crib. Yo, what up? Kijk, nice dit hoor. Dit zijn allemaal windmills, zoals je al ziet en zo. Oh, die gaan we ook maken zo. Die gaan we ook maken. Je gaat hierin? Ik hoor allemaal rare geluid. Ja, dat is de windmill. Oh, echt? En dan doe je shift. Doe je hierop. En dat is een verdieping naar beneden. Nou kijk, dus hier hebben we... Dit is Simoontjes place to be, om zo te zeggen. Mm-hmm. En wij... Dus als je weer wind intypt, waar je net was... Dan kan je die windmill kan je daar naartoe. Yes. En je ziet dus dat wij osmium nodig hebben. Nou, daar hebben we al drie van. Je hebt een enriched alloy nodig. Nou, dan klik je even op hoe je die enriched alloy moet maken. Een block of redstone en iron ingot. Ja. Maar het moet met een metallurgic infuser, zoals je al ziet. Oh ja. En een metallurgic infuser, kijk, je kan... Oh nee, dat kan jij denk ik niet. Ik pak hier wel even snel wat iron vandaan. Even kijken, iron. Hebben we iron? Hebben we geen iron meer? Simone! Oké, okay, oh, yes. mag je natuurlijk niet zelf gaan gebruiken. Want wij gaan hier naar beneden naar een machine. Ja, oké. Hier, kom eraan. Ik ben benieuwd of je het... Moet ik naar beneden lopen? Hier naar in. We zijn weer kwijt. Ho! Wat? Oh! Wat? Weet ik ook. Huh? Ja, dit zijn roadblocks. Daar loop je vet snel over. Oh ja, ik ging helemaal bad. Ja, helemaal bad. Oké. Wacht. Eén. Oh, wacht. Nou, misschien zit Simoontjes... Oh, wacht. Ik haal het nu om. Oh, ik ben zo scumbag, hè? Ik ben zo scumbag. Zit je de pesten? Ik zit de pesten. Zo. Oh. Nee, nou, in ieder geval... Kijk, als je op dit machientje hierachter klikt, het is een beetje moeilijk om te klikken. Het zit naast die chest, het heet hem zo'n metallurgic infuser. Oh ja, ik zie hem. Yes. Klik je rechtermuisknop erop. Wacht. Oh. En nou, zoals je al ziet, je hebt compressed redstone erin en je hebt iron ingot erin. Hij is al bezig! Hij is nog bezig, maar als we deze eruit halen en jij gooit je redstone erin. Yes. En jij gooit je iron erin. Yes. En dat gaat dus gewoon lekker, lekker even draaien. Lekker pruttelen. Maar het is dus zo ingesteld dat die output meteen in die chest gaat hiernaast. Oh, dus hier komen ze in. Gaat. Kijk eens. Zitten er 32? Heb jij je enriched alloy. Nou, neem hem maar even. Klik een rechtermuisknop op of zo. En neem hem gewoon 20 mee of zo. Hoppatee, yes. Hoppatee. Nou, dus we hebben nu dus de enriched alloy. Dus we hebben nu osmium ingots en enriched alloy. We hebben dus nu nog twee andere dingen nodig. En dat is een basic control circuit. Nou, dat is eigenlijk heel erg makkelijk om te maken. Heb je ook hetzelfde apparaatje ervoor nodig. Mm-hmm. Alleen in plaats van iron gooi je er osmium bij. Nou, ik heb nu wel even toevallig wat osmium mee. Nou, yes. Toevallig, ik pak het snel even uit de ME terminal. Dus, ik weet niet... Ja, ik kan het wel snel gebruiken. Hoppakee. Woep, we gooien hier één osmium in. Bam, en hij is klaar. En zoals je al ziet, daar zit een basic in, control circuit in. Kijk eens aan. Chill. Ziek dus hoor. Dus laten we daar maar meteen ook, voor jou, hoeveel wil je er? Wat wil ik er? Dat is een gek getal. Ik ga er voor jou dus 7 maken. 7, ja. Dat is mijn geluksgetal. Dat is een geluksgetal. Nou, yes. There you go. Hoppakee, en dan neem je die 7 basic control circuits neem je even mee. 7 tabletjes. 7 tabletjes. En nee, we moeten nu de juiste tabletje moeten we gaan maken. En als je op het tabletje klikt, dan zie je dat we daar enriched alloy voor nodig hebben. Gold en redstone. Wacht, waar moest ik op drukken? Op die energy tablet? Oh. Ja, die energy tablet, ja. Dus ik geef jou een stack redstone. En ik geef jou wat gold. En dan moest ik die enriched alloys. Dus wel erg veel gold. Alloys.
En succes, ik ga je niet helpen. Hé, hey, dank je hoor. Nee, kan... dit mag jij lekker zelf. Kijken of het je lukt. Je moet het leren. Tuurlijk. Anders krijg je een zweepslag. Oeh. Nee, oké, dat misschien ook niet. Oeh, oké, nu word ik een beetje bang. Nou, ik heb al een tablet hoor. Ik heb één tablet. Ja, ja. Oh, je hebt één tablet? Nou, je hebt er twee nodig. Je schiet ze op. Oké, oh! Hey! Hey! Zet de prikker op, hè. Oké. Kijk eens, ik heb er twee. Je kan niet zien. Oh, yeah. Kijk, één, twee. Oké, ga nu maar de... Oh, nee, wacht. Oké, pak ze maar op. Yes. Pak ze op. Ik maak even wat furnishes meteen, want dat hebben we nodig. Poef. Oké, dus we gaan nu naar boven. Heb ik kabels mee? Ik zal meteen wel even een paar kabels maken. Een paar kabeltjes. Oh my god, we hebben geen kabels meer. Oh my god, wat is dit? We don't have any cable, rip cable. Oké, let's go. We gaan even naar jouw base. Maar dan moeten we daar weer helemaal heen vliegen. Ik heb geen waypoint gezet. Moeten we helemaal heen vliegen? Ik zal wel even snel naartoe vliegen. Nice. Ik ben er zo. Oké, dan kijken wij eventjes naar jouw mooie fontein. En zetten we nu even een mooi muziekje op. Oh, wat mooi. Wat een mooie boom. Oh, we zijn er. Dus, even kijken. Als het goed is... Ja, ik heb hier furnissen. Furnissen. En die ga ik hier even gewoon vet mooi neerzetten. Oké, dus wat gaan we hier ingooien, Roy? Wij gaan hier... Osmium ingooien. Ja, osmium ingot. Moeten we maken. Je gaat hier gewoon eigenlijk al het oors wat je eigenlijk hebt. En ik zal het hier even ingooien. Want ik heb hier wat iron, wat koper, wat tin, wat nog meer tin. Ik gooi er ook wel vervolgens in, hoor. Je ziet dus dat je twee verschillende tins hebt. Maakt in principe niet uit wat voor tin je hebt. Ze werken alle twee. Soms werkt die niet. Ja, dan helaas pindakaas. Maar zoals je al ziet, osmium, dat gaat nu wel lekker zijn gangetje. Yes. En als je er drie hebt, dan zou ik zeggen succes. Oké, dan gaan we weer een crafting table pakken, zeker. Eerste groener energie te maken. Zo, nou, ik word hier helemaal... helemaal gek. Maar dan moet je wel in een crafting bench zitten. Oh, ja, die heb ik nodig. Ik heb geen hout. Jawel, je hebt hier echt superveel hout. Oh, ik heb hout, grapje. Nee, dan mag je een crafting bench maken. Waar zit het hout? Ik kan je niet vinden hoor. Oh, grapje. Grapje. Oké, hoe maak ik een crafting bench? Grapje, dat weet ik wel jongens, zo noob ben ik niet. Huh? Nou, Roy, je pakt dat hout. Hoppatee, lukt het nu? Ja, ik heb hem hoor. Echt, heb je de windmill? Ja, ik heb hem. Kijk eens in mijn hand, jongen. Oh, snap. Fucking kleine hand. En dan ga je dus hier naar boven, hè? Ja, ik heb ook mooi voor je gemaakt hier zo. Nice. En ja, plop hem maar neer waar je wil. Oh! Oh, snap. Nou, ik voel me helemaal goed. Ik heb hier kabeltjes voor je. En succes. Die kabel moet gewoon door het gat? Ja. Je moet het helemaal meenemen. Want ja, de machines hebben natuurlijk power nodig. Ja. Vinden ze leuk. Zo. Dan zal ik meteen uitleggen ook wat die machines nou precies doen. Oké, en daarna mag jij ze lekker gaan maken. Ja. Yes. Almost there. Oh. Ja. Oh, heb ik nog genoeg? Oh, gelukkig. Yes. Ik heb hier ook nog best veel. Kijk eens aan, dus, hij zit aan het kabel hoor. Zoals je al ziet, dan klik je op die osmium compressor, dus de middelste. Dan zie je daar rechts, zie je 40 kJ. 40 kilojoules. Is dat? Rechts? Ik zit niet staan, sorry. Een groen balkje. Oh, ja. Nou, dan zullen we die andere ook poweren. Want in principe aan een osmium compressor, ik heb je het gegeven, maar je hebt er nog niet echt veel aan. Wat je echt veel mee wil gaan werken is een enrichment chamber. Dat ken ik niet. Laat ik dit maar even gaan pakken. Je hebt hier tin. Je hebt net een hele harde dag gefarmd voor tin. Oh, jeetje. Ik ben zo moe, hè. Dit gooi je hierin. En nou, je hoort het nu ook eens goed, zo'n beetje. Het borrelt. Het borrelt, inderdaad. En ik gooi één tinoor erin. Eén zit erin. Nou, eigenlijk zes, maar eentje. En wat krijg je? Twee tin dus. Oh, doet het zeg maar verdubbelen of niet? Ja. Ja. Nice. En dan heb je hier een crusher. Nou, een crusher heb je in principe niet echt veel nodig. Je kan het maken. Je kan verschillende dingen kan je gaan crushen. Nou, uiteindelijk heb je het met sommige dingetjes heb je het wel nodig. Mm-hmm. Maar wat jij nu eigenlijk wil gaan maken is... En dat zal ik wel even voor je opzoeken. Is een... Factory. Een basic factory heb je nodig. Een basic factory. Een energized smelter. Sorry. Dat is een furnace. Dat is gewoon een furnace. Het werkt net zoals dit. Zoals deze machines. Alleen is het een furnace. Okay. En om dat dus te maken... Even kijken hoe dat ding heet. Want hij staat hier niet bij ofzo. Want logica. Oh hier. En enriched. Dan heb je ervoor een steel casing nodig. Heb je...
wat is het? Oh, glas heb je nodig. En... that's it. Oh ja. Yeah. Oh! The swarm! Oh my god! Outnumbered! And emotional! En nu zijn we nu! Oké, wacht voor het. Ja. Oké, okay, dus dat is de swarm. Je hebt een riskkans, een hele lage procent kans om een evenement te triggeren. En er spannen heel veel enemies. Oh, echt gezellig. Alleen, dus ik zou niet naar buiten gaan. Maar ik heb deze enemies heb ik verwijderd, omdat die vet veel grieven. Dus je kan in principe gewoon veilig naar buiten. Oh, oké. Okay. Maar nice. Anders zouden vet veel mensen komen. Ja, nou, daar heb ik geen zin in hoor. Nou, geen zin in hoor. Maar dit is in principe, ja, dit zijn de basics eigenlijk. Je hebt nu gewoon machines die je kan poweren. Nou, mm-hmm. Dus het volgende doel wat je moet maken is een energized smelter. En als je dat opzoekt, dan... ik zal het voor typen. Energized smelter. Zo, full caps, bam, hoppakee. Energized smelter. Ja, yeah, als je die maakt, dan kan je dat hierin gooien. En het leukste is, het gaat nu allemaal hartstikke traag. Ik bedoel, je hebt nu pas alle 10 dust. Als je rechter muisknop klikt, bijvoorbeeld op die enrichment chambers, zie je daar aan de rechterkant zie je S1 en E1. Ja, dat is zeg maar de snelheid. Dus als je daar iets in doet, dan gaat het nog sneller. Precies. En als je dus die upgrades erin doet, bijvoorbeeld een speed upgrade, nou, dan gaat die sneller. Maar dat kost meer energie. Oh, ja. Dus hoe meer energie, dan bla bla bla. En dan moet je weer een windmolen kopen. En dan moet je weer meer windmolens hebben. En zo bouw je eigenlijk... Ja, dit is het eigenlijk. Je kan... Dit zijn de basics. En zo ga je eigenlijk alleen maar upgraden. En als je nu niet denkt echt van... Nou, what the fuck? Dan typ je in mechanism in dat zwarte balkje. En als het goed is, de tweede rij van boven... Heb je als het goed is vet veel basic factories, een advanced factory en een elite factory die naast elkaar staan. Even kijken hoor. Mechanism. Mechanism, zo spel je dat. Ja, ik deed met een Z, weet ik veel joh. Ik zie er heel veel nu, waar moet ik kijken? Ja, de tweede rij van boven als het goed is. Dan heb je heel veel basic factory en een advanced factory. Nou, dan denk je waarschijnlijk, het zijn allemaal hetzelfde. Ja. Ik zie doe het. Doe je shift, doe je erop. En dan ga je even helemaal naar de eerste Basic Factory. Ja, en dan zie ik Digital Smelter staan. Digital Miner. Ja, en dan ga je er eentje naar rechts. Oh. Dat is de factory. En dan doe je shift erop. En dan staat als het goed is Recipe Type Smelting. Yes. En daarnaast staat Enriching. Oh, ja. Oh, ik keek verkeerd. Ja. Nice. En daarnaast staat Crushing. Yes, Crushing en Compressing en Combining. Precies. Nou, dat zijn eigenlijk deze dingen. Gewoon deze. Die hier staan. Bloks inderdaad, alleen dan zijn ze geüpgrade en dan kan je er meer in doen. Dus in plaats van 1 kan je er dan 2 of 3 in doen. Oh ja. En zo kan je dus met een elite of een factory kan je er bijvoorbeeld 5 in doen. En met een elite kan je er 6, 7 in doen. En dan kan je het heel snel gaan. En uiteindelijk kan je dus helemaal... Nu ga ik echt heel erg ver nadenken hoor. Dan moet ik echt next level endgame shit. Oh jee. Je kan uiteindelijk helemaal automatisch een miner gaan maken. En die als alle ores gewoon voor jou gaan maken. En dat het hierin komt. En dat het hier helemaal geprutteld wordt in ingots. Dus en... het wordt allemaal gewoon gedaan. Nu hebben ze mij niet meer nodig. Dan kom je hier en dan kan je even gewoon chill. Gewoon even... En dan een bak koffie. Lekker een bak koffie erbij. En het leukste is, dat heb je ook. Echt? Kijk maar, koffie. Je hebt gewoon koffie, koffiebeans en zo. Gaan we nu kijken hoor. Want dat koffie. Is dat, daarom oh my god! Daarom zei ik al, wil je meteen met machines aan gaan of wil je gewoon je huis fixen? Want je kan dus met Pam's Harvest Craft, intypen, dan heb je zo ontiegelijk veel eten wat je kan maken. Dus je kan ook een hele grote keuken gewoon maken, een hele grote farm. Oh. Lekker gaan farmen, dat is ook een mogelijkheid. Zo. Als jij denkt van, nou, ik vind die machines helemaal niks, ik wil gewoon lekker een broodje gaan maken en dan gewoon... Ja, weet ik veel. Ja, dat zien we dan wel. Je hebt er niet extreem veel aan, maar het is juist leuk voor jou. Ja, nou, we gaan het zien. Dan kan ik ook pancakes maken. Kom je dan even op bezoek? Ga ik een ei opmaken? Pancakes? Oh my god. Ja, alleen als je een blueberry pancake gaat maken. Oh my god, heb je dat niet? Nou, ik heb zoveel honger dan nu in de... Nou, wat zullen we doen? Godzwikker. Oh my god. Nee, Sam, heel erg bedankt denk ik voor je hulp. Ik denk dat dit wel was, weet je. Ik denk het ook. Dus hartelijk bedankt. En voor de mensen die geïnteresseerd zijn in een hele pro en alles van de PMOD pack en geen noop en zo. Het linkje van Sam's kanaal is hier in de beschrijving. Abonneer ook nog even als je het nog helemaal niet hebt gedaan. En ik weet niet hoor. Als je dat niet hebt gedaan. Nou, dan ga ik zo bad. Zo bad, hè? Zo bad, hè?
Nou, even doen. Hey, jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. En ik weet niet hoe vaak ik PM Modpack ga doen. Dan mogen jullie verzinnen. Dagelijks, 2 keer per dag, 6 keer per week. Weet ik veel. Jullie mogen het lekker zelf verzinnen. Maar ik ga jongens, niet twee bij keer... 1200 likes gaat Roy Ward pranken in New York. Oh, dat wordt hierin gezegd. Nou, we gaan het zien. We gaan het allemaal zien. Jongens, bedankt voor het kijken voor deze video. Als je het een leuke video vond, ga dan eventjes het duimpje omhoog doen. En als je het ook leuk vond, doe dan nog steeds. En dan wil ik Sam hartelijk bedanken voor het meedoen en eventjes voor het uitleggen. Jongens, de ballen, hè? Doei, doei! Later! Later!